zijn hier bij de onthulling van de naam van een stukje land. Vierkante meter grond van jullie gekregen en daar zijn we ongelooflijk blij mee. We hebben natuurlijk lang nog niet alles ingedeeld en een plekje gegeven, maar we zijn wel bezig. Gisteren heb ik nog gehoord dat er een verzoek ingediend is voor een tafeltennistafel. Maar het kunstgrasveld is in ieder geval klaar en dat is al heel erg belangrijk. En dat kunstgrasveld, dat gaan we straks openen. Het heeft ook een officiële naam. Zo willen wij ook graag dat de kinderen het veldje gaan noemen. Komt straks. Maar voordat we dat gaan doen, gaan de kinderen eerst ter ere van deze officiële opening een lied zingen. Piet, zou jij dat lied in willen zitten? Want... Gaan we doen. Ja? 1, 2, 3, ja. Alle kinderen willen samen spelen. Daar hebben we plezier in, daar hebben we plezier in. Doen we op het land van Joris hier. Daarvoor willen wij jullie bedanken met deze mooie klanken. Deze mooie klanken. Daarvoor willen wij jullie bedanken. Dat was hem. Ja, ja, applaus. Dankjewel. Jongens en meisjes, ik wil jullie vragen. Er kwam meneer ietsje later en die heeft een stukje gemist. En dat vind ik zo ontzettend jammer, want het is zo'n mooi lied. Dus ik wil hem heel graag, je voelt hem al aankomen, nog een keer horen. Als dat zou kunnen. Maar nu ietsje luider ook. Ja, kan dat? 2, 3, ja. Alle kinderen in zijn velen. Nu komt er een heel erg officieel moment, dat is de officiële opening. En daar. Nou, waar staat dat tussen? Oh, ik wou zeggen, waar is het nou? Dat is Laura, waar ben je? Laura, zou jij met mij samen daar de vlag van de school willen weghalen? Ja? Oké, kom mee. Kom erbij. Want, nou, jullie niet, maar. Ja, blijf staan. 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 Ja,
maar rustig, maak het maar spannend. En dan mag jij de eerste zijn die officieel naar binnen gaat. Zo. Ik hoor ze niet. Lekker zo. Dan gaat hij weer naar mama. Oké. Goed zo, Laura. Goed zo, schat. En hiermee... officieel... geopend! En dat betekent ook officieel dat groep 7-8 weer met meester Piet terug naar de klas mag. Ja, helaas niet spelen. Over 2 weken pas. Want we hebben volgende week vakantie. En groep 5-6 mag met juf Mariette mee.